Michael van der Vleuten, gefeliciteerd met je overwinning in de grote prijs van Jumping Indoor Maastricht met VDL groep Sapphire. Het was een hele komische barrage waarin je eigenlijk een identieke wending reed als vorig jaar, toen je ook wist te winnen. Hoe ging die wending? Het was ook dit jaar weer nodig. Tim Hendricks reed een hele strakke ronde, wat ook weer niet veel sneller kon. Ik had met mijn vader weer over gehad om inderdaad die wending weer te riskeren naar de laatste sprong. Dat was inderdaad een kopie van vorig jaar. Het is een beetje een momentopname. Je neemt dat risico. Ik kreeg de perfecte afstand op de VDL-stijl. En ze sprong eigenlijk helemaal naar wat ik verwacht had, echt recht naar boven toe. Waardoor dat ik ook die wending in kon schieten. En zo was ik weer meteen weg en had ook weer een voorwaartse afstand naar de laatste. En nog was ik maar ik denk een halve seconde sneller, dus het was ook echt nodig geweest. De parcoursbouwer had de wending zelfs niet eens gezien. Nee, ik hoorde het net. Het was ook een extreme wending. Dat kun je ook alleen als je paard daar echt klaar voor is en daar ook handig in is. Dan kun je zoiets proberen. Dat gevoel had ik met die van mij wel, ook omdat het vorig jaar misschien wel zo lukte. Maar dan nog moet het goed uitpakken. Ja, ze heeft gewoon voor 200% gestreden weer vandaag. Wat dan duidelijk wordt, zonder de overige ruiters iets te kort te doen. Maar dan blijkt ook weer dat zo'n barrage rijden als basis heeft heel goed paardrijden. Goed paardrijden, maar dat kan ook, vind ik, als je een goed paard onder je kont hebt die het op dat moment ook wil doen en met je mee wil werken. Kijk, als je er eentje hebt die dat net op dat moment niet de medewerking verleent, dan wordt het ook gewoon moeilijk. En als jouw paard dat wel doet en je rijdt goed op dat moment, dan kan er iets moois uitkomen. En dat was vandaag ook weer het geval. Ja, en dat Sapphire die kwaliteiten heeft, dat heb je meerdere keren laten zien. Hè? Ja, goed, ze doet het op haar manier. Alleen, ze vecht er gewoon geweldig voor. En dat is gewoon heel mooi als je zo'n paard onder je zadel hebt. Dankjewel en geniet van de overwinning. Ja, dankjewel.